koud telt, is het groot deel zijn handen van kleine boeren. Zo'n beetje 5 miljoen. En daar vindt naar verhouding vrij veel kinderarbeid plaats. Boeren verkopen hun producten aan opkopers. Dat kunnen ofwel internationale handelaars zijn of lokale handelaars zijn. Dat verscheept voor een groot deel naar Amerika en West-Europa. Amsterdam is een van de grootste cacaohavens in de wereld. Wordt daar opgeslagen. Die opslag dient voor internationale handel, maar ook voor verwerking, toelevering naar verwerkingsbedrijven. Nederland is relatief een grote speler in de cacaoketen. Dat heeft voor een deel zijn oorsprong in de geschiedenis, dus de koloniale geschiedenis. De manier waarop de Amsterdamse haven daar een rol in gespeeld heeft. En de snelle groei van de cacaoverwerkingsbedrijven in de Zaanstreek. De twee verwerkingsbedrijven in de Zaanstreek, die van Olam Cocoa en die van Cargo Cocoa, de grootste zijn in de wereld. En ze hebben vestigingen in bijna alle oorsprongslanden. In Ghana, Ivoorkust, Brazilië heb je Cargo Cocoa, heb je Olam Cocoa. Die verwerken de cacaobonnen tot halffabrikaten, massa, boter of poeder. En dan gaat het naar de chocoladeindustrie. Dat is de keten. Als je de keten wil beoordelen op de arbeidsomstandigheden, fatsoenlijk werken of decent work, zoals dat in de ILO-termen dan heet, dan zijn er hele opmerkelijke verschillen. Voor ook hele verschillende problemen. Decent work voor kleine boeren is een volstrekt andere problematiek dan loononderhandelingen in de cacao-sector in de Zuidstreek bijvoorbeeld. Het inkomen van de kleine boeren, cacao-boeren, is veel te laag. Dan krijg je daarna de opkopers. Dat zijn gehaaide jongens die gewoon proberen die boer te naaien en daar gewoon nog wat minder te betalen dan de voorgeschreven prijs of iets het gewicht te manipuleren enzovoort. Kijk, de havenactiviteiten. Nou, havenactiviteiten in Abidjan zijn volstrekt anders dan havenactiviteiten in Amsterdam. Daar gaat het nog met mannenwerk. In Amsterdam gaat het gewoon automatisch gelost met zuigers en met grote scheppen enzovoort. Hè. En het loon van de mensen in Abidjan is volstrekt anders dan dat in Amsterdam. Ik denk dat dat de factor 1,20 is. Ons, hè. Je weet dat internationaal vervoer op dat soort boten is vaak met een kleine vaste bemanning van westerse mensen. En dan de rest ingeleend in Filipijnen of Aziaten enzovoort. Daar ligt ook nog een uitdaging. De mensen in de haven in Amsterdam, die in de opslag werken, dat zijn, tot mijn verbijstering, over die collega's die in het vervoer werken, zijn bijna allemaal ingeleende krachten. Een paar vaste krachten die sturen mensen aan, de rest rijden wel heftig rond op afroepbasis. En de mensen in de chocoladeverwerkingsbedrijven in de Zaanstreek, ik moet zeggen dat is voor een deel natuurlijk ook mijn eigen prestatie, die hebben prima cao's, die horen tot de beste in de voedingssector. Dan krijgen we de chocoladeindustrie en daar verdienen mensen goed. Wat een opmerkelijke ontwikkeling is in de discussie over keurmerken de laatste 4-5 jaar, is dat grote cacaobedrijven, chocoladebedrijven, wat afstand nemen van de vrijwillige keurmerken, zoals Fairtrade en Rainforest Alliance, en hun eigen keurmerken gaan ontwikkelen. Dat lijkt een goede ontwikkeling. Maar diezelfde bedrijven zijn niet bereid om een echte, eerlijke prijs voor de cacaoboer af te spreken. Uit eigen belang, winstbelang, doen grote bedrijven het niet. En als je dan kijkt naar de resultaten van de keurmerken en de hele discussie over de cacao en kinderarbeid van de afgelopen 20 jaar, sinds 2001 tot nu, dan constateert bijna iedereen, het schiet niet op. De agrarische sector hoort niet bij de ILO, maar die hoort bij de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. ILO is echt werknemers. Landbouw is FAO. Dat betekent ook dat daar nog geen beleid ontwikkeld voor de cacao-sector. Wat ik kan doen, en wat ik ook gedaan heb, is kijken welke conventies relevant zijn voor de cacao-sector. Beide organisaties hebben geconstateerd dat daar een gat valt. En hebben daar ook een overlapgebied gecreëerd. Dus we gaan daarin samenwerken. Daar waar het kleine boerenbelangen betreft in de landbouw, gaan wij gezamenlijk initiatieven ondernemen. Ik heb ook een handboek gemaakt over waar liggen verantwoordelijkheden in een ketenbenadering, agrarische ketenbenadering, en waar liggen belangen van kleine boeren, verwerkingswerknemers enzovoorts. Bij een van de eerste discussies over IMVO komt van de voedingsmiddelenindustrie, heb ik dat document ingebracht. Jongens, jullie hoeven niet uit te vinden wat voor verantwoordelijkheid je in de keten hebt. Er staat allemaal in een handboek van de ILO en van de FAO. Hier is het.